Goedendag, het is weer een echte zomerdag vandaag in Nederland. In het grootste deel van het land is het vrijwel onbewolkt. In het grootste deel van het land, zeg ik, want we zien wel degelijk ook wat wolkenvelden. En die trekken vooral over het noordwesten van het land. En in het Noord-Hollandse, ja, daar is het momenteel niet zo heel mooi zonnig weer. Daar is veel bewolking aanwezig. En dat kunnen we ook goed zien aan de temperaturen, want kijkt u maar eens. Rond een uur of 12 was het in het binnenland al ruim 25 graden. In het zuidoosten is men al op weg naar de 30 graden. Terwijl het dus in het noordwesten van het land door die bewolking een stuk frisser is. Rond de 20, 21 graden is het daar. En er staat ook best wel een stevige zuidwestenwind. Ja, vanmiddag zal die temperatuur daar nog wel iets gaan oplopen. Het kan uiteindelijk, als de bewolking wegtrekt, lokaal wat dieper de provincie Noord-Holland in wel 25 graden worden. Maar de echte warmte die zit in het zuidoosten en oosten. Daar wordt het regionaal tropisch warm met 31 tot 33 graden. Waait ook een matige wind uit het zuidwesten. Maar zoals gezegd, langs de kustlijn is de wind toch ook wel af en toe vrij krachtig en best wel hinderlijk. Dan gaan we kijken naar morgen, want morgen dat wordt ook weer een tropische dag, maar in de loop van de dag wel wat meer wolkenvelden. Vanavond en vannacht is er niet zoveel aan de hand, dat kunt u mooi zien aan deze computeranimatie. En morgenochtend en morgenmiddag is dat grotendeels ook zo, maar zo tegen de avond kunnen er over het zuidoosten van het land een paar buien gaan trekken. Dat kunnen onweersbuien zijn, mogelijk ook met hagel en windstoten. Dat is dus voor de donderdag. En dan is er ook wel wat meer stapelbewolking in de loop van de dag. Maar eerst wordt het nog steeds erg warm. Temperatuur gaat oplopen naar zo'n 31, 32 graden in het oosten, zuidoosten. Opnieuw dus regionaal tropisch. Landinwaarts is het zo rond de 25 tot 28 graden. En het noordwesten blijft opnieuw wat achter met 23 graden. En dat komt ook omdat de wind uit het westen tot noordwesten gaat waaien. In de loop van de dag wordt die wat steviger, die wind ook. En dan zal het geleidelijk aan wat minder warm gaan worden daar in het noorden en westen van het land. In de avond, zoals gezegd, kan er dus een enkele onweersbui gaan vallen in het zuidoosten. En dan de dagen erna, ja, het blijft toch eigenlijk wel prima zomerweer. Met vrijdag in de ochtend nog misschien een enkele bui in het oosten. Maar verder is het droog met zonnige perioden. Temperatuur is wel wat lager. Het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Zaterdag ook diezelfde temperaturen, 20, 24 graden met die wind die uit het noordwesten blijft waaien. En dan kijken we ook nog even naar de zondag. Nou, dan verandert er ook niet zoveel. Flinke zonnige periode nog steeds met maxima tussen 20 en 24 graden. Nog een fijne dag.